Sander Kole, oftewel Sander, is geboren in Zeeland, maar is nu content creator in China met meer dan 18 miljoen volgers. Wat kan hij ons leren over de Chinese cultuur? Als je ooit met iemand gaat drinken, moet je altijd je glas onder die andere glas gaan doen. Op de okay. Waarom verhuisde Sander naar China? Vroeger had ik een ziekte, dat was cherubisme. En dan okay. word je kaken heel groot van. En daar werd je heel veel gepest in, in school. Dat was een van de grote redenen ook dat ik dan naar China was verhuisd. En wat is zijn grootste angst als content creator? Ik denk het ergste is de expiration date. Wanneer ben ik irrelevant? Dat is een grote vraag. Je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Goed, Ones. Young Ones. Dat was het. Kijk. Sander, van harte welkom bij Young Ones. Dankjewel. Jij ja, zei het net richting de luisteraar, ik zeg het nu richting jou. Want je hebt een heel bijzonder verhaal wat mij ook op een bijzondere manier um, onder ogen kwam. Mm -hmm. En dat is het mooie van een sterke community, waar jij je zo meteen ook veel over kan vertellen. Want ik kreeg namelijk een DM binnen van iemand die zei van hé, hey, jij moet deze man eens uitnodigen in je podcast. <laughs> want hij heeft een heel bijzonder verhaal. Hij heeft meer dan 18 miljoen volgers in China. Ja. Hij <laughs> komt uit Zeeland en hij heeft heel veel te vertellen. Ja, veel te vertellen, ja. Hopelijk wel. Hopelijk wel. Misschien om eens bij het einde te beginnen en vanaf daar je vrouw op te bouwen. Oké. Okay. Je hebt 18 miljoen volgers in China. Ja, ja. Hoe? Hoe? Met wat? <laughs> ja. uh, Oké, okay. uh, dat is eigenlijk een grappig uh, verhaal. Zeven, zeven jaar geleden was mijn vader, uh, die, die had een fietsfabriek ja. in, uh, in China. En uh, daar was hij toen uh, waren we daarmee gestopt. Want daar wou ik terug naar Zeeland verhuizen. Dus ja, zes, zes, zeven jaar terug. Ik werkte ook in, in die fabriek in, in het Fietsenmerk. Ja, Daar gaan we het zo meteen nog uitgeveer ja. <laughs> uh, Dus zes, zeven jaar terug dacht ik, oké, okay, wat ga ik nu dan doen? Want ik wil graag in China blijven. Ik had Chinees geleerd. Ik had meer dan toen was het meer dan 16 jaar daar gewoond. Dus ik wou niet direct terug naar, naar Nederland. Uh, dus uh, ja, toen. Uh, ...zag ik een advertentie voor uh, iemand van... Uh, ...oh, wil je een host zijn van een, uh, een soort van... Uh, uh, ...een show waar je over je eigen land praat? En dat dus deed ik dat voor een half jaar. Het uh, was dan een aflevering van een minuut lang. Ja. Dan ging het ging allemaal over Nederland van... Uh, uh, ...Chinese boontjes. Waarom heet, uh, in, Ch in China heten Chinese boontjes... ...Nederlandse boontjes? Ja. Dus echt stomme, stomme video's zoals dat... ...en een beetje van een minuut uitleg. En deed ik dat voor een half jaar... En nadat was ik dan begonnen met mijn eigen content dan uh, te gaan uh, ja. op te zetten. En waar werden deze video's op uitgezonden die je dus daarvoor maakte? Ook allemaal op de Chinese platformen. Dus een ja. soort van een Chinese YouTube dat heet Bilibili. Ja. En dan uh, was er ook nog iets dat heet Youku. Dat is hetzelfde als YouTube eigenlijk in principe. En dan heb je QQ-video's. Er zijn zoveel platformen. In China. Ja. Er zijn, ik denk in totaal meer dan 20 videoplatformen in China. Ja, want dat was dus toen ik die DM kreeg. Ja, wat je als eerste gaat doen is even googelen, toch? Ja. Of in ieder geval in Nederland, in Nederland doe je dat. Ja. Um, en ik kon echt niks over jou vinden. <laughs> ja. Dus, maar toen dat is het fijn als je nieuwsgierig bent, groeide mijn nieuwsgierigheid nog meer, omdat ik dacht: ja maar hoe, hoe kan dit? Want ja. aan de ene kant hoor ik 18 miljoen uh, volgers Volkers, en aan de ja. andere kant kan ik nergens een spoor van nee. deze man, behalve een Instagram-profiel ja. wat heel klein is, uh, ja. vinden. Totdat ik ineens, en het was echt even alsof mijn realiteitsbeeld werd doorprikt, ja. mijn wereldbeeld, ik maak het nu iets dramatischer dan dat het echt was, maar omdat er dus inderdaad nog een hele online wereld bestaat waar je hier niets van ziet of uh, van meekrijgt. En ja. dat is dus de wereld die je nu net uh, omschrijft. Ja, in, in principe in China is dat, ze hebben allemaal hun eigen platform opgebouwd, want YouTube is daar niet bereikbaar vanwege, uh, ja. Ze hebben daar meer strengere reglementen, vooral ja. dat. Dus ze hebben een eigen platform opgebouwd voor die reden. En uh, ja, het is moeilijk, want ik gebruik ook mijn Chinese naam, niet mijn Nederlandse naam. Dus om iets te vinden over mij is ja niet super makkelijk. Maar ja, ja het is. Uh, Wat is je Chinese naam? Uh, mijn Chinese naam is Sangdo, maar dat is eigenlijk gewoon een direct translation van mijn Nederlandse naam ja. Sander Kole. En uh, maar mijn accountnaam heet dan Boosuk Sangdo, niet Sanderkolen. Ja, oké. Okay. Okay, okay. <laughs> ja, en uh, ja, daar, daar zijn we dan met uh, zes, jaar, zes jaar geleden zijn we dan begonnen ja. met die video's. Maar, we hebben echt bijna alles gedaan. We hebben food content gedaan, we hebben uh, muziek gedaan, maar nu zitten we meer op die cultural exchange kind of uh, content. Ja. Dus Want uh, leg eens uit, hoe begin je daarmee? Wat is dan is het plan? Gewoon we gaan gewoon leuke content maken. Is het meteen nee, we gaan het heel serieus aanpakken als een, ja. als een bedrijf? Of wat is daar... En in het begin, voor mij was het meer van... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Ken je kent Casey, ken Casey Neistat, ja, denk ik. Zeker, ja. Ja, dus ja. voor mij was hij echt een held. En dat wou ik gaan doen, gaan vloggen. En ik denk iedereen in die tijd. Maar in China werd vloggen nooit eigenlijk groot. Het was altijd, als je content post... moet je heel specifiek zijn... wat gaat er gebeuren in deze video? En dus voor mij was het meer van, oké, okay, wat voor viral content kan je dan gaan maken? Okay, en dan was ja. het echt specifiek van, oké, okay, dit werkt, dat werkt niet, dit werkt, dat werkt niet. We deden misschien in het begin echt vijf, zes video's in een week. Wow. Maar dan speciaal om altijd te kijken wat wel werkt, wat, en wat niet werkt. Ja. En dan, ja, het was geen specifieke van, ik wil een groot bedrijf gedaan Ik wil uh, groot bedrijf maken. Ik wilde gewoon viral content maken en het geld verdienen, daar komt er wel mee. Maar in 2000, was 2016, 2017 was dat nog niet zo groot in China. Want zoals in China kan je niet uh, zoals YouTube uh, geld verdienen alleen maar met views. Het is allemaal via sponsored brand deals en al dat. Ja. Maar in, in, in 2017 was dat nog niet zo groot in China. Van uh, oh, je hebt zoveel volgers, je hebt zoveel dit. Uh, nee, precies. Een brand deal. Dat is echt pas de laatste drie jaar pas op, opgekomen. En je zegt uh, ongeveer zes video's per week maakte je meteen al in het begin. Ja. Kun je eens omschrijven hoe op dat moment uh, je leven eruit zag? En hoe dat ook die routine van die video's maken eruit zag? Oh, dat, was... <laughs> dat was elke, elke dag was het dan opstaan uh, om zeven uur. En dan ga je uh, eerst bedenken gewoon in de ochtend wat ga ik vanaf, vandaag filmen. En dan ja, kijken hoe we dat in elkaar gaan zetten. Maar er was niet zoveel planning. Zoals nu als we een video maken, dan, dan ben je misschien met de planning voor twee of drie weken bezig voor een specifieke video. Maar toen die tijd was gewoon van in de ochtend, oké, okay, wat ga filmen en dan in de middag ga je dat filmen. En die avond krijgt die editor dat de volgende dag heeft hij dan klaar en dan kan je twee dagen later die video posten. Ja, dus je had meteen al editors ja. in dienst. Ja, 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 want in China is een editor natuurlijk een beetje meer betaalbaar dan, dan, dan hier. Nou, denk ik wel. Ja. wat ik heb gehoord. En dus ja, daar hadden we al direct een, 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 een editor. Oké, okay. ja. en dan begin je dus te testen, dan, dan krijg je op het duur gevoel voor wat werkt, wat niet werkt, maar het ontploft denk ik niet in één keer, toch? Of hoe is dat proces gegaan? Het, voor mij was het duurde het echt lang, want er zijn heel veel, uh, ja, hoe moet je het zeggen, van uh, buitenlandse mensen die Chinees pra uh, praten en die maken dan content in China. Maar sommige mensen die zijn in één keer naar 7 miljoen volgers of 6 miljoen volgers binnen twee of drie video's dan zo gegaan. Ja. Maar bij mij was dat helemaal niet zo. Eigenlijk mijn grote groei was pas toen ik terug... ...kwam naar Nederland. Ja. En dat was tijdens corona eigenlijk... ...en dan kon ik eigenlijk meer focussen... ...denk ik dan ooit voor op mijn content... ...en begon eigenlijk met muziek. Ik ging dan op Fiverr kijken voor een, uh, voor een muzikant... ...en ik betaalde hem 25 dollar... ...om dan een review te maken over een Chinese liedje... ...en daar deed ik dan weer een reaction op. Ja. Dus dat was een reaction van een reaction... ...en die serie ontplofte... ...en, en ik denk bijna... Uh, ...we hebben nu denk ik... ...40 van die video's gemaakt... En uh, on, ze gaan allemaal rond de uh, 500.000 en 2 miljoen views dan voor die, wow. maar dat was dan eigenlijk mijn, mijn, mijn door, door, uh, doorbrekende serie. Ja, ja. Want ja. Wat, wat was het daarvoor? Even voor het perspectief dan, die eerste en, en hoeveel video's maakte je al voor deze serie? Oef. wat natuurlijk wel belangrijk is om het hele plaatje ja, te ja, begrijpen. Natuurlijk, uh, uh, in, in het begin. Was het echt alles wat er met uh, toen ik in China was, dan was het meer van uh, Dutch guy tries to eat this, Dutch guy tries that, of yeah, a, in die ja. per perspectief. Maar toen ik hier kwam, dan moest ik weer denken, oké, okay, wat willen Chinezen dan wel, wel zien? Want eigenlijk wat ik die content deed in China, was al, mm, ja, moet ik het zeggen, heel veel mensen deden ook al als soort van dat soort content. Daarom was het niet zo speciaal. Ja, dat is niet dan niet. Ja. ja, daarom. Maar. Heel veel mensen denken juist, oké, okay, dat is wat gaat blow-up, maar dat was het helemaal niet. Maar daar was ik wel twee, tweeënhalf jaar, drie jaar mee bezig. Wow, yeah. En dan denk je ook van, oh, waarom ik niet, waarom ik niet? Iedereen anders gaat er allemaal door. Maar ja, toen ik, ik, ik had heel veel geluk eigenlijk toen ik in Nederland kwam. en, en ik, ik weet niet waarom, misschien was de corona of wat, maar ik kon meer focus op van wat wel werkt of wel, wat niet. Yeah. Dat was, uh, ja, heel veel geluk gehad. Nou, en dat is wat mij zo verbaasde. Want jij stuurde hem op een duur, kregen we contact met elkaar. Ja. En toen uh, zei ik van, ja, dat lijkt me heel leuk om je te spreken... maar zou ik ook iets kunnen zien? Ja, ja, ja. ja. En toen stuurde jij hem een video door. En ik had op de een of andere manier verwacht... toen nog met de kennis van dat moment... dat ik iemand in China zou gaan zien. Ja. Maar toen zag ik jou gewoon ergens in Zeeland waarschijnlijk... Ja. met een vriend die Herman heet. Oh, ja, ja, ja. Die, ja, 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 ja. die uh, Maverick-video was het. Ja, dat was een <laughs> advertentie. En toen begreep ik er nog minder van. Want toen dacht ik van, hé, hey, deze man maakt gewoon video's in Nederland. Ja. Die in China heel goed werken. Dus hij is hier, kan gewoon onbekend door het leven gaan. Ja. Daar, uh, heel bekend. Dit is geniaal. Ja, ik was, ik was heel blij mee eigenlijk. Uh, want in China, de, zelfs toen ik, ik had misschien minder dan de helft ervan, wat ik nu had. Maar dan, dan word je heel veel herkend. Maar hier helemaal niks. En dat is eigenlijk heerlijk. Ja, <laughs> maar ja, ik, ik, ik ben heel blij dat ik hier gewoon mijn content kan maken. En uh, ja, ik heb heel veel geluk mee gehad eigenlijk. Want uh, ja moet ik het zeggen, vorige keer uh, toen ik net terugkwam, ook met die muziekserie, was ik voordat ik met die andere jongen in, in zee ging. En dat is eigenlijk een van mijn grootste YouTube video's, uh, stuurde ik een message naar Direct. Want Voordat ik naar Nederland was verhuisd, had ik nog nooit het gehoord van Direct. Maar ik hoorde ze op de radio ik zei, wauw, dat is echt lekkere muziek. Ja, Direct, dus, de band hier ja, in Nederland, ja, ja. Inderdaad, uh, super bekend. Ja. En ik stuurde een message dan naar Marcel op Instagram en ook naar Direct. En binnen, binnen twee dagen kwam ze van, ja, hoor, kom maar naar de studio en doe maar een video uh, samen. Want wat, wat stuur je naar hun dan? Uh, ik stuurde een message van, uh, oké, okay, ik heb zoveel volgers in China. Ik wil heel graag een video samen met jullie doen. En uh, hopelijk uh, kan ik je wat uh, Chinese muziek laten horen en doe je reaction daarop. Kijk ja. ja, en dat is dus daar gepubliceerd, want ook die video heb ik niet gevonden. Ook op, op YouTube is die, is die, oh, staat die hier ook op en die op YouTube okay. heeft hij 1,1 miljoen views of zoiets. Dat is echt mijn grootste, grootste video. Op YouTube. Nee, ja, ja. En in China had hij ook wel 500.000, 600.000 views, maar op YouTube kwam die helemaal, brak hij helemaal door. Ja. Dus ik heb niet goed mijn huiswerk gedaan. Ah! <laughs> nee, maar ja, dat, en dat, dat vond ik echt ongelooflijk. Want dan, dan, dan zie je van, oh, om in Nederland video's te maken... willen mensen ook heel erg wel meewerken. Ja, Ik had er helemaal niet verwacht van, daar ja. nee, werkt... Wat, wat mooi dat ze daar wel voor openstaan. Want ja. ze zou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, omdat ze al zo lang bezig zijn... Van, nou, ze zijn misschien een beetje voorzichtig met wie ze ja. wel of niet werken. Maar wel vet dat als iets ze wel raakt of ze vinden het tof... dat ze daarop in, uh, inspringen. Ja. En, nu, en na die video hadden ze in China 30.000 volgers. In Kijk, zo. Ja, Ja, dat vond ik ook <laughs> heel grappig. Maar ja. ja. En dat, dat was eigenlijk in, in het begin was dat eigenlijk een leuk doel om China en Nederland meer closer te maken met ja. elkaar. Want een, 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 een average Chinese person die weet misschien veel meer over de westerse wereld. Maar de westerse wereld weet niet zoveel over China eigenlijk. Ja. En dat wou ik eigenlijk, hoe ja, moet je zeggen kleiner maken. Ja, Verschil, wat, die ja. Brug, uh, ja, die brug bouwen en het gat wat kleiner maken. Ja. ja. En daar hoopte ik eigenlijk met die video's te, te doen. Maar ja, het is, het is best moeilijk om, om juist de goede video's... de goede content uh, daarvoor te vinden, vind ik. Ja. ja, maar ik vind het wel heel erg mooi dat dat je doel erachter is. Omdat natuurlijk ook heel veel mensen gewoon het doel hebben... ik wil bekend worden. Ja. Wat eigenlijk natuurlijk een heel leeg doel is. Want ja, en dan? Ja, nee, dat zeker. Maar, maar in, in China denk ik, als je dat... Wil hebben of ik wil rijk worden, en ik denk dat de mensen dat ook heel snel zien, ook je audience die ziet dat heel snel yeah. als je komt. Het alleen maar ook oh, wil rijk worden, of ik wil dat. En in China is eigenlijk dat niet zo geaccepteerd, vind ik. Als je als buitenlander uh, op video's gaat doen en zegt ja, ik wil rijk worden, of ik wil dit aan je verkopen, of merch of zoiets, dat is je hebt niet zoveel. Zoals die kansen, je moet meer uh, hoe moet je het zeggen, handel. Ja, humble yeah. Ja, low key, uh, low key te zijn. Nou, dat vind ik ook leuk uh, om je vandaag te spreken en ook dat onze kijkers en luisteraars daarvan mee kunnen genieten, omdat wij uiteraard heel veel ook kunnen leren van de Chinese cultuur en van de Chinese technologie en wat er allemaal gebeurt. Ja. En jij kan dat heel goed, natuurlijk, daar een licht op schijnen. Van hey, wat zijn dan de punten? Omdat je de cultuur ook kent. Je hebt ja. er heel erg lang gewoond um, en normaal gesproken begin ik een gesprek ook niet met hey, je hebt 18 miljoen volgers. Nou, <laughs> vertel eens, maar ik dacht, ik steek hem nu eens eerst anders in, omdat we dan even een idee hebben van wat je daar doet. Ja. Ook dat je het vanuit Nederland doet. Maar we zijn natuurlijk young ones. En dat betekent dat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in jouw verhaal, um, in jouw hele verhaal. En we gaan straks weer terug naar het creator-gedeelte. Maar waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben, is van als ik een moment uit je jeugd zou moeten weten, of een belangrijke persoon, uh -huh. wat heel veel zegt over de man die jij nu de dag vandaag bent, wat zou je dan vertellen? Oh, <laughs> je bedoelt een periode in, in mijn tijd, uh, toen ik, uh, uh, when I was growing up bedoel yeah. ik, niet? ja ja. Um, ik, ik denk voor mij een, een grootste punt, uh, een van mijn grootste punten was vroeger, um, had ik een ziekte, dat was cherubisme. En okay. daar word je kaken heel groot van. Dat is een soort van tumor in je, een in je, uh, soort van gebit, niet je gebit, maar hier, dat wordt helemaal heel groot. En um, toen die tijd was het eigenlijk dat je, ja ik was zeven, nou vijf. En dat gebeurde en er werd je heel veel gepest in, in school en ik, vond, ik kon daar eigenlijk helemaal niet tegen, maar sinds dat ik één, één jaar oud was ging ik al naar China, maar in China dat, daar pesten ze niet zoveel, je was een buitenlander, maar mensen zeiden, oh, dit is een buitenlander, het maakt niet zoveel uit als je er zo uitziet of wat dan ook uitziet, dus voor mij was dat een groot, dat was een van de grote redenen ook dat mijn pa daar was, maar dat ik dan naar China was verhuisd, ik denk dat dat een van de, de, ja. de, 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 de high point, de low en high point van mijn van mijn jeugd was en, en dat dan mij helemaal heeft neergezet in China. Ja, want je zei dus eigenlijk van in Nederland werd ik gepest uh, vanwege die aandoening. Ja. En in China had ik daar minder last van, dus daarom onder andere ben ja. ik uh, naar mijn vader in China toe gegaan. Ja, een van de reden, zeker. Ja. Uh, ja. Maar een van de grotere reden dat ik daar naartoe was, huis, ja, zeker. En kun je dat? Um, Misschien allereerst die, die aandoening, is dat levensbedreigend of is dat... Nee, ik ken het nee, niet. als dus je vijf was niet, maar het is vijf, zes jaar oud en al je vrienden zijn ineens. Die willen niet meer met je gaan praten of niet meer met je bespelen. En ik denk als kind dat dat, dat best wow. wel wat, uh, wat had gedaan. En dan denk ik van ja, oké, okay, laat maar, dan ga ik wel naar China toe. Ja, ja, want weet je nog dat gevoel, hoe dat voelde? Ja, heel alleen, echt heel alleen. Dan voel je je echt uh, een beetje buitengesloten van alles. En dan denk je, zeker als je in Zeeland zit, weet je, dan denk ja. je van, oh, en wat nu dan? Ja, en, uh, en in China had ik dat gevoel eigenlijk nooit sinds dat ik zeven was, was ik daar naartoe verhuisd en ging naar internationale school. Maar de, niemand had er ooit wat, uh, wat over gezegd of moeilijk gedaan ja. of gepest of zoiets. En dat vond ik, ja, ongelooflijk. Het was echt een uh, night and day uh, verschil voor mij toen. Ja, en je zegt al, je bent in Zeeland geboren, ook opgegroeid, dus de eerste ja. jaren van je leven. Ja. Um, hoe was die thuissituatie dan? Want je vader is op enig moment, of die was al in China, maar ja, hoe... mijn ouders die waren dan uh, gesplitst. Ja, ja um, ik weet niet meer hoe oud ik was, vier of vijf jaar oud, denk ik, toen die gesplitst waren. Maar mijn pa, die was sinds dat ik geboren was, ging die op en neer naar China denk rond elke maand of zoiets. En dan kwam hij terug. Elke twee, drie weken. Voor zijn werk terug. was hij dus ja. daar. ja. Want uh, de hele fietsindustrie had hij eigenlijk van Nederland eerst naar Taiwan en dan later naar Mainland China allemaal overgezet. Dus, dat, dus hij moest veel daar wezen. En uh, ja, dus ik heb dan twee zusters, en we gingen dan elke zomer dan naar China toe. Ja. En hoe moet ik jouw vader zien? Is hij een hele grote zakenman? Omdat je zegt, van hij heeft de hele fietsindustrie erheen gebouwd. Ja. Dus heeft hij echt aan de voet daarvan gestaan? Of was hij daar een onderdeel van? Of hoe... Ja, hij was, hij was, ja, hij was een, een groot onderdeel daarvan. Want... Um, <laughs> Moe ik eigenlijk mijn vaders verhaal vertellen. <laughs> maar dat is nog, nog iets. Uh, nou, hij is niet een super grote zakenman. Maar hij is, uh, ik noem hem dan een meer van een pionier. Want hij was een van de eerste buitenlanders die dan naar China ging in die tijd. Ja. Niet veel mensen wouden daar naartoe verhuizen of daar gebaseerd zijn. Want het was een heel andere tijd. In de jaren negentigs. Je, je kon niet zo Google Translate of zoiets. En mijn pa die heeft er 30 jaar gewoond en hij sprak geen Chinees. Wow, yeah. <laughs> dus dat was echt uh, de Wild yeah. West voor, 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 voor hem. Ja, dus. Uh, ja, een grote businessman was het niet, maar hij, hij, hij was wel uh, in de fietsenwereld was hij wel uh, yeah. uh, een groot, groot onderdeel van. Speciaal voor de Nederlandse fietsindustrie, zoals Sparta, Batavis en al die gezellen, al die yeah. fietsindustrie. Want in, vroeger was dat nog in Nederland, maar dat was allemaal dan vanwege hem, zeg ik, dan was dat naar daar toe ja uh, nou de, de reden dat ik het vraag is om een beetje ook een beeld te krijgen bij de oorzaak... of de reden waarom uh, er voor jou in China een soort fundering was gelegd waar je naartoe kon gaan. Ja. Uh, en daar heeft je vader dus een hele belangrijke ja. rol in gespeeld. Zeker, ja. zeker, zeker. Zeker, want um, weet je, uh, toen ik één of twee was ging ik al naar China. Dus voor mij was China altijd van een, een, een soort van droom, droomplek, weet je. Want ja. Alles was mogelijk daar, alles was nieuw, alles was... Ja, Up and coming speciaal in die stad waar wij woonden, en, en mijn vader, die, die was altijd van ja, doe je eigen ding maar een klein beetje, was nooit heel streng of zoiets. Ja, ik ben heel veel, ja, ben heel blij mee dat ik die kans heb gehad, zeker. Ja. En toen ging je dus naar die internationale school waar je, je wel geaccepteerd voelde, ja, ja, zeker. En, en dan heb je zit je met mensen van overal over de wereld, weet je van Korea, Japan, Amerika, India en wat dan ook. En iedereen is anders, en, en het was heel leuk eigenlijk om daarmee. Uh, op te groeien eigenlijk vond ja. ik ja en de taal want dat dat is dan natuurlijk ja. wel een factor die je anders maakt want toen uh... ik naar China vijst sprak ik geen Engels of geen Chinees ja en toen ging ik naar die school het enige wat ik kon zeggen was I and toilet weet je I toilet ja, ja. <laughs> en uh, dus eerst Engels leren maar nadat ik Engels had geleerd dan zei ik ik ga nooit Chinees leren ik ga er niet aan beginnen want ja. ik vond Engels leren al veel te moeilijk maar na high school was het dan van um, ik had wel Chinese les elke dag op school. Yeah. Maar op een internationale school, hoe dat zit, is, ze geven niet zoveel om. Als je als buitenlander in die Chinese klas zit, dan hoef je het ook niet te leren. Weet je? je gaat maar naar de klas toe en dan is het oké. Okay. Okay, yeah. Maar de meeste mensen die zijn er maar voor twee of drie jaar. Die yeah. zijn er niet voor, voor zo'n lange tijd. Maar na high school was het meer van, um, oké, okay, ik ben nu klaar met school. Al mijn vrienden gingen weg, want iedereen ging naar de universiteit. En ik ging bij mijn pa, in die, in die fabriek uh, natuurlijk. Ja, ga je in de fabriek? Dan moet je wel Chinees gaan leren. Ja. Dus dan ging Chinees leren heel snel. Ja, omdat je een reden had, een doel waarvoor ja, ja. je dat wilde doen. Ja, ja. ja. en dan ja, moest alles ook vertalen voor mijn vader en zo op de fabriek en zo. Dat, dat was ja, snel leren. leren. Ja. ja. En, en waar in China woonden jullie op dat moment? Of waren jullie? In Shenzhen, altijd in Shenzhen. Dat is net Shenzhen. over de grens van uh, Hongkong. Oké, okay. ja. Want ik kan me ook wel voorstellen, dat je van enerzijds. Kom je dus uit het Nederland waar je gepest wordt, je het totaal niet prettig voelt daardoor. Ja. Of zelfs heel slecht. En dan kom je daar. Maar het is natuurlijk ook een hele andere omgeving. Ook al was je er wel eens geweest. Ja. Dus dat ook daar heel veel uitdagingen aan zitten, toch? Om je fundament te, te creëren voor jezelf. Je sociale kring bijvoorbeeld opbouwen. Ja, ja. En, en, en dat was ook weer iets op een internationale school. is Dat, dat elk twee, drie jaar de mensen weer weggaan. Er komen nieuwe mensen, gaan weer ja. weg, komen nieuwe mensen, gaan weer nieuwe mensen weg. En, en dan was je daar eigenlijk wel een beetje aan, aan gewend, dat mensen komen en gaan. Ja, precies. Maar na, na, die, na school was het dan wel echt van een kring opbouw, want toen begon ik Chinees te praten en werden al mijn vrienden Chinees. Normaal, in China is het heel populair, als, als buitenlander ga je in een buitenlandse kring ja. eigenlijk zitten. Maar in, het is ook hier soms dat Chinezen naar hier komen en ze blijven in een Chinese kring zitten. Ja. Maar voor, voor mij was het meer van, oké, okay, ja, de buitenlanders gaan allemaal weg, maar de Chinezen blijven toch hier. Dus ik ga maar alle, allemaal een Chinese kring uh, ja. ombouwen. Dus ja. Maar wat ik wel moeilijk vond, was dat is drie jaar terug, dan naar hier toe te verhuizen. Om hier dan weer een kring, want dat was tijdens corona natuurlijk. Om ja, hier een kring te bouwen. Dat was wel, wel weer wat anders. Maar ja, in China, in China ging dat heel snel. Spe uh, speciaal als je een buitenlander bent, die Chinees praat. Dan zijn er zo kansen en dan is, oh, wauw. Wow. En dan is het makkelijk om vrienden te maken in China. ja China. Ja. En wat waren de eerste dingen, omdat je zei van hé, nee, er waren heel veel verschillende mensen, maar die vonden elkaar wel allemaal, bijvoorbeeld op die internationale school. Ja. Um, je hebt ook de Chinese cultuur natuurlijk. Wat waren dingen die je daar heel erg mooi aan vond en nog steeds vindt? Wat? Oh, <laughs> er is echt heel veel aan de ja. Chinese cultuur, is, 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 is er is zoveel mooie, mooie dingen eigenlijk en het is moeilijk om het allemaal in één keer te zeggen, maar... Nou, misschien de eerste dingen dan, omdat we ook je verhaal aan het opbouwen zijn natuurlijk, okay. die je opvielen van, oh, wauw, dit is anders ten opzichte van Zeeland in dat geval ja. en dit bevalt me heel erg goed. Poeh, uh. <laughs> um. Dat is eigenlijk moeilijk om te, te vergelijken van die cultuur. Dat is anders met hier en daar natuurlijk, want ik was heel jong toen ik hier was. Ja. Maar wat ik daar wel mooi vond is, 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 ja, hoe moet je zeggen, van de cultuur af. Nou, als ik één ding misschien niet ja. voor je mag invullen, maar ja. ik heb een uh, goede vriendin uit Indonesië. Ja. Uh, is niet hetzelfde als China. Nee, dat nee, snap nee. Ik. <laughs> uh, nee maar voor mensen denken van nou. Oh, uh, <laughs> maar. Um, zij zei bijvoorbeeld wat me opvalt in uh, Nederland is dat mensen elkaar bijvoorbeeld heel weinig laten uitpraten. Oh, ja. Iedereen onder interrupt elkaar ja. de hele tijd. En uh, vanuit mijn cultuur laat ik mensen eerst uitpraten en dan uh, reageer je bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar als iedereen heel door elkaar praat, kom je, niet van, kom je nee. er nooit tussen. Uh, dus dat is iets en toen ging ik daarop letten en van hey, wauw, inderdaad. En ook naarmate mensen meer gedronken hebben, ja. alcohol <laughs> hebben gedronken, wordt dat nog erger. <laughs> ja. Uh, en daar heb ik toen heel veel van geleerd. Dat ik dacht van, oh wauw, dat vind ik eigenlijk, want ik vind het heel belangrijk juist om mensen uit te laten praten, echt te begrijpen, vragen te stellen. Ja. Dus nou van, oh dat vind ik heel inspirerend en heel mooi, want dat is iets wat ik ook heel belangrijk vind. Ja, en voor mij, als, als je moet kijken, hoe ik opgaand groeide was van die cultuur, wat ik daar mooi vond, dat is moeilijk om te zeggen, maar wat ik nu echt van mooi vind van de cultuur is, zoals ja. uh, familie is echt nummer één in, uh, in China. Dat is het meest belangrijkste wat er is, dat je altijd voor je familie zorgt. En dat je er altijd voor bent en altijd klaar voor bent. Zoals um, wat altijd in China gebeurt is... Um, je ouders die komen dan samen bij je wonen als, je, als, je, als ze 60, 70 jaar oud zijn. Dan is het toch, ga weer terug in hetzelfde huis ja. en al dat. En ik vind dat eigenlijk best wel mooi. En ik vind dat altijd, ja, dat familie zo'n zo, um, zo prioriteit is. Dat vind ik eigenlijk heel mooi van de Chinese cultuur. En je kan het ook zien. Het maakt niet uit of je een rijke Chinees bent of een Chinees met niet zoveel geld... Je familie is er altijd wel voor je. Ja. ja, precies. Ja. En dat, dat vond ik wel het mooiste ervan. Ja, maar dat nu. is ook een heel mooi punt inderdaad, ja. toch? Dat, uh... ja. En dus je ging werken in de, in de fabriek dus van je vader. Je ja. leerde heel snel Chinees. Ja. En vanaf dat moment, want hoe oud was je toen? En wat, wat, ge, wat was je leven dan op dat moment daar? Ja, toen was ik ja 18. 18 uh, was ik klaar met school en dan ging ik direct in die fabriek. Uh, nou, was elke ochtend... Ging, ging keer samen met een paar fietsen. Gingen we naar de bakker fietsen elke ochtend. Gingen we om vijf uur op de racefiets. Gingen we vijftig uh, kilometer fietsen. Kwamen we terug en dan om half acht waren we... Vijftig? Ja, vijftig kilometer. Oké. Okay. Ja, ja. En dan, uh, en dan gingen we naar de, de werkplek. De, de, de factory. Ja. En om half acht gingen we dan de, de deur open doen. En iedereen binnenlaten en al dat, ja. En dan tot half zes, denk ik. Vijf uur of half zes waren we dan klaar. En dan, ja, ik woonde nog met mijn pa. Dus uh, na, ja. na werk ging ik gewoon samen met mijn pa terug eten, slapen. En dat was het. En wat was jouw, waar bestond jouw werk uit? Wat deed jij daar? Uh, sales en marketing uh, in die okay. En dan ook uh, op de werkplek dan het vertalen en zo voor, voor mijn vader. Ja, want hij, ja. hij sprak nog steeds... Hij spreekt nog steeds hij geen, nog nee. steeds geen Hij zegt dat hij niet spreekt, maar ik denk dat hij het wel spreekt. <laughs> maar hij doet net alsof. <laughs> Meen je? Oké. Okay. Ja, ja. Ja, en dat, dat was dan uh, maandag tot vrijdag, ja. En dan in het weekend. Weekend was veel uitgaan, ja. ja. <laughs> maar dat, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Want in China was, is de drinkcultuur ook best, best groot. Maar ja, voor mij was dat toen ik 18, 19 was... was dat echt de highlight van de week dan een klein beetje. Ja, je li live for the weekend. Ja. <laughs> <laughs> ja, zeker. Want we waren op... De, uh, Shenzhen is een hele grote stad... maar wij zaten dan altijd dicht bij de fabriek... Uh, ja. dus dan zit je een beetje op die edge en dat je niet super een social life maar een weekend kwam dat dan wel tot leven ja precies ja. en ik heb ook gelezen dat jij ja, ja, dat heb ik dan wel gelezen uh, sinds een helemaal hebt zien opbloeit tot een wereldstad toch toen jullie ja. kwamen was het nog best wel uh... ja, to toen mijn we, toen vader was was het echt helemaal Er waren de wegen nog niet klaar en niks niet in de negenties in 2001 was er ook nog niet toen, toen was ik er het toverhuis was er ook nog niet zoveel maar als je nu Shenzhen ziet, is het echt een, een, een super grote stad. Ja, wauw. Uh, ik weet niet of je foto's hebt van gezien, maar het is echt. Uh, sky, ja. Ze hebben een skyscraper van 118 verdiepingen hoog en, en wat dan ook. En je hebt het allemaal opzien kunnen bouwen. Dat, dat is het mooiste ervan. Ja. Zoals die skyscraper. Dan, uh, we hadden ook nog een groepje met Chinezen. Gingen we allemaal die, die gebouwen opklimmen. En toen hij nog niet af was, ging hij helemaal naar die top van die 118 verdiepingen. Klimmen? Ja, erop klimmen? Ja, erop. Met de trap van binnen. Niet, oh, uh, ik was ja. ja, <laughs> zeggen, ja, ja. De trap die... van binnen, nee, sorry. sorry. Dat is mijn <laughs> Nederlands. Nee, die trap van binnen helemaal ja, ja, naar ja, die 118 ja. uh, midden in de nacht. En dan wachten voor die sun, uh, sunrise. Ja, wauw. En dan foto's, uh, foto's gaan nemen. Maar dat was allemaal nog mogelijk. Uh, ja, mentioned. en dan. Komt het toch op een gegeven moment, een moment dat je, uh, hoe mooi je China ook vindt, dus, ja. en hoe fijn je het daar ook hebt, um, dat je weer terug gaat naar Nederland? Ja. En dat dat is dan ook weer voor voor mijn vader, want die, die wordt dit jaar nu 70 Ja. En dan wil je dan ook, dat dan denk ik dat ik een beetje van die Chinese kant dan heb overgenomen, is dat dan wil je toch bij je je pa weer zijn? Ja, en hij was inmiddels weer naar Nederland verluist. Ja, hij, hij was ja. Toen, toen drie jaar in Nederland. En ja, dan denk je, oké, okay, dan wil je het liefst samen dan nog mee zijn. Ja. Wat wel een moeilijk besluit leek, hoor. Omdat, aan de ene kant, omdat je natuurlijk zoveel hebt opgebouwd daar. Ja. En dan weer terugkomt naar die plek die waarschijnlijk in jouw laatste herinnering niet heel uh, vrolijk was. Ja, ja. Maar ik, ik denk... Uh, voor mij was het ook iets van, oké, okay, waar mijn pa is, is het altijd een goede plek. Ja. Dus dat was, zoals nu zijn we ook nog maandag tot vrijdag, elke dag bij elkaar. En, en ja, ik vind dat gewoon echt een heel leuk, leuk, uh, leuke vibe. Om dat, ja, wat dan, mooi, om dat ja, elke dag te kunnen doen. Maar ja, het was een grote verandering, zeker. Een hele grote verandering. En, en om dat op te geven was. Ja, het, voor mij was het nooit van op te geven. Want drie jaar terug dacht ik van. Was corona toen, weet je, dan was het nog niet van je kan op en neer gaan vliegen speciaal naar China nog niet. Ja. Maar voor mij was het dan van, oké, okay, ik kom volgend jaar wel weer terug naar China of ik kom. Maar nu is het drie jaar, ik ben nog steeds niet terug. Steeds niet <laughs> terug geweest, ja. Nee, maar in september ga ik dan nu voor het eerste keer weer, uh, weer terug. Ja, wauw. Ja. En jezelf van in de fabriek, uh, hield je ook bezig met online marketing en sales? Ja. Uh, is dat dan wellicht een soort haakje geweest waardoor je wel in die omgeving al ging ging uh, bezighouden ja in principe in principe wel was dat echt uh, een, een, want dan zag je het we waren dan met instagram bezig en dat was dan voor 2012 2013 en we begonnen met instagram dan zag je eigenlijk te veel aanvragen voor fietsen kwamen via instagram ja dus ja voor mij was dat dan wel leuk en ik mocht dat dan van mijn paard doen de instagram uh, en ja dat, dat was eigenlijk het begin daarvan eigenlijk. ja, ja. En wanneer komt dan die overslag in je, in je hoofd? Ben ik heel erg benieuwd naar, want omdat je je bent nog steeds gewoon bezig in in de fiets, zo ja. um, dat je zelf video's wilde gaan maken. Want je had dan, je zei in het begin al, nou kreeg ja. ik kreeg een opdracht om wat wat uh, Nederlands-Chinese filmpjes ja. te gaan maken, maar. Er moet meer zijn voordat je dan een stap neemt om echt drie jaar lang dedicated ook video's te gaan maken. Dus waar, waar zit hem dat in? E, e, je, ik zag de toekomst erin. Ik dacht, ja. je, daar heb je wel zo'n bereik. En als je die bereik in China is zo groot, want China heeft zoveel mensen. Als je die bereik hebt, dan zijn er zoveel kansen wat je er ook mee kan doen. Ja. Maar het was niet van echt zo goed doorgeplant van oké, okay, als ik dat bereik heb, ga ik dit doen. Het is meer van, ik ga eerst dat bereik krijgen en dan zie ik wel hoe het gaat. En kun je die wereld dus voor ons schetsen in China, hoe, het, hoe dat die online wereld werkt, hoe dat eruit ziet, hoe dat het toe gaat. Ik heb wel eens. Uh, yeah. Ik zei het al met je, Tim van de Wiel van Go Spooky. Bijna al mijn kijkers en luisteraars kennen hem wel. Hij vertelt ook vaker over, onder andere wat er in China gebeurt. Om een beetje te spiegelen van hey, dat gaat hier ook gebeuren. Misschien yeah. op een net iets andere manier. Yeah. En net iets later. Maar we kunnen daar veel van leren. En als je dan ook die beelden gaat opzoeken, dan is het echt van oh wauw, bijvoorbeeld livestreaming en yeah. in livestreams producten kopen, dat is hier nog eigenlijk helemaal niet, of nauwelijks. Mm -hmm. uh, kun jij die, die wilde tastbaar en visueel maken? Uh, ja, zoals je, zoals je zei, eigenlijk die long form content is meer dat China dat over heeft genomen van YouTube. Maar als je kijkt naar short form content, oh. zoals wat uh, TikTok in China heet dat dan Douyin... Dan zie je wat, wat ik dan zag drie jaar terug, is dat eigenlijk TikTok drie. Nou, hoe moet je het zeggen? De Chinese TikTok was drie jaar vooruit wat het hier dan is. En dat zie je yeah. nu ook dan drie jaar later. Oké, okay, nu is het wat drie jaar daar was. Uh, drie jaar geleden daar was. Maar um, in China is nu dan de grootste inkomsten wat je eigenlijk kan doen met. Uh met content is via livestreamen, maar daar hoe het werkt dan livestreamen is dat mensen gaan twee drie uur achter elkaar livestreamen, maar het enigste is uh, product laten zien, product laten zien, product laten zien. Oh en ik laat dit product zien en als je nu bestelt binnen deze drie minuten dan krijg je het voor deze prijs, maar na drie minuten oh. later is die prijs niet meer. Een soort telcel bij. Ja eigenlijk, ja, ja dat <laughs> ja. is dat is. En uh, maar maar het is allemaal soort producten. Ik heb ook een vriend die dan uh, Engelse les Engelse lessen verkoopt via zijn livestream. Maar die, die zegt dan ook, uh, binnen één livestream verkoopt hij misschien 30.000 30 uh, packages van zijn eerste les. Maar ook dan doet hij weer die prijs van binnen vijf minuten bestellen, dan is die prijs anders, is dat niet meer ja. die prijs. En is dat dan een, een uh, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ook een cultureel mm -hmm. verschil? Want als je dat hier zou doen, dan zeggen mensen, ja, waarom is die prijs, snap je? Dat, dat, ja. dat, dat pikken ze eigenlijk bijna niet ofzo, maar... Waar, ik, ik denk dat dat ook weer een, een, een soort van... Want livestreamen in China, dat was ook niet in één keer toen een aanslag. Dat was een soort van opbouw. Ja. En, en de reden voor wat dat is, uh, waarom... Ze, ze doen er ook altijd een soort van... Uh, hoe moet je het zeggen? Een soort van... Uh, de, en, een, een, een soort de act. Ja, dit ja. Is al, uh, het is een helemaal een show geworden. Voor ja, me. Je mag soms trouwens Engels gebruiken. Ja, oké, okay, ja, superwaar. <laughs> ik weet het woord soms niet. Ja, ik denk dat mensen het al wel door hebben, maar omdat je zo lang in China natuurlijk hebt gewoon alleen maar engels chinees hebt gesproken, ja. is het logisch dat je niet elk echt, Nederlands woord. Uh, ja, het is echt Basic Nederlands. Ja, dus je kunt gewoon als je wilt het Engels gebruiken. Het en is soms gewoon een show voor de mensen van eigenlijk van oké, okay, ik ga nu mijn supplier opbellen en ik wil uh, voor die prijs die. die, 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 die uh, dit, zoals dit, het kopje gaan verkopen. Yeah. En dan belt hij die op. Ik zeg van oké, okay, ik wil hem voor drie jaar een biertje gaan voor, uh, voor 50 eurocent gaan verkopen. Maar dan laat hij ook aan de speaker... Uh, dan, dan zet hij die telefoon op de speaker... en zegt die uh, supplier van nee, dat mag niet. Hij kost 60 eurocent of dit en dat en dit. Maar zei, nee, ik doe het voor mijn fans. Het moet voor 50 eurocent en nu uit. En dan gaat het een soort van zo hoor. Yeah. Uh, in, in zo'n zo soort concept van dat oh, hij doet dit voor mij. Dat is eigenlijk uh, het hele principe. Yeah. Dat, dat die, die, die fans of die kijkers dat dan dat gevoel hebben. Daarom, ja. En geloven ze dat? Ook echt of willen ze daar graag in geloven? Dat is een goede vraag. <laughs> uh, nou, ik noem ja. wat. Um... Zoals nou. ik kan zeggen, mijn uh, tante, ze, die doet dat ook voor speciaal kleding, alleen maar voor mensen die oversized kleding hebben uh, ja. in, in China. Maar zij doet dat dan ook, during livestreams, moet ze dat dan ook allemaal gaan verkopen. Maar dat mensen het gaan geloven of niet? Dat is een moeilijke vraag. Maar je, weet wel, je ziet wel dat heel veel mensen er grap over maken. Weet je? Ik denk dat ze het weten dat het een show is. Ja. Maar ja, ze denken. oké, okay, als ik het zelf online ga kijken voor die prijs, dan is het nog steeds goedkoper. Dus daarom. Ja. daarom maar dan, dan is het, het een leuke entertaining show. Ja. En kun je er ook niet iets leuks mee kopen. Maar dan is het niet. Um ja, in Nederland is zo'n uh, verschijnsel cursusverkopers. Okay. Mensen die online cursussen verkopen, daar wordt heel veel, um, uh, is heel veel kritiek op. Omdat ja. ze ook allemaal uh, tactieken gebruiken om dat dan aan te prijzen. En ja. um, daar zeggen eigenlijk de Nederlanders dan van, van nee, dit pikken we niet, dit vinden we, nee. um, vinden we niet terecht. Maar dat is iets heel anders eigenlijk wat jij zegt. Het is, meer, het is een leuke manier om het, ja. Ja, om het aan te prijzen. Zeker. Zeg maar. Maar, maar alles is ook daar heel transparant, weet je? van... Alles Wordt er ook gemaakt en als je als, stel voor als je iets ver, verkoopt, zoals ik had. Uh, ik heb een Franse Franse vriend die dan ook uh, content maakte in China en hij verkoopte, verkoopte dan petten. En Die petten verkocht hij dan voor 20 euro. Misschien is dat niet zo duur hier, maar de Chinese mensen denken ja. Ik weet dat waar die pet wordt gemaakt, die pet wordt voor 80 eurocent gemaakt. Je zit in, oh, is dit een gewoon oplichterij, ja. Maar vanwege die reden kon die men, kon die jongen dan geen content meer maken in China. Die was helemaal gecanceld yeah. Vanwege dat hij zoveel verdiende op die pet. Dus het is ja, als je geld wil verdienen in China, moet je het eigenlijk op een. Uh, je kan het niet van je fans verdienen. Je moet het eigenlijk meer van. Een soort van brand deal. Ja, misschien die sense. Uh, of je moet echt gewoon goede deals kunnen geven aan, aan je fans. Want ze komen er toch achter wat je er eigenlijk aan verdient. Ja, dus is heel transparant eigenlijk ja. inderdaad, wat ja. je net al zei. Ja, ja het is super, super transparant in die zin. Ja. En hoe ziet jouw businesskant uh, er dan uit? Want op het duur, uh, we gaan maar even terug naar waar ja. we op een gegeven moment zijn geëindigd. Van, je begint dus met video's, zes per week. Testen van wat werkt, wat ja. werkt niet. Um, eerst waren er een hoop dingen die niet werkten. Op het duur de reactievideo's op muziek, ja. die gingen helemaal los. Ja. Dus dan groeit je bereik dus ineens van wat naar wat? Uh, ik, ik denk, ff, toen die tijd was het dan op die longform content... ging het van, uh, ff, ik denk, 500.000 volgers... naar nu wat het 1,8 miljoen volgers is. Ja, op en, één platform om is het Op één ja. platform, ja. Dus dus is drie, drie, dubbelde, drie dubbelde fans. Ja. En dan ook je views voor andere video's gingen dan ook weer omhoog. Maar dan gaat je prijs ook weer omhoog voor voor een specifiek uh, branddeal. Ja, want dat is eigenlijk mijn vraag. Van ja. op een gegeven moment, want jij in het begin van, nee, hey, ik deed het nog helemaal niet met als doel geld aan te verdienen. Ja. Het was gewoon eerst het bereiken bouwen. Ja. Dan zien we wel. Ja. Maar je komt op dat omslagpunt dat dat bereiken ineens wel iets waard is. Ja. Hoe Heb je dat toen aangepakt? Want komen dan bijvoorbeeld sponsoren naar jou toe, of moet je die gaan zoeken? Of, of hoe werkt dat uh, in, China, uh, in China? begint het dan ook weer anders, want er gaat nooit een merk direct naar je toe komen. Het is altijd een soort van marketing agency die het dan naar je toe komt. Ja, die NCM's die, yeah. die ze ook in Nederland eerst hadden, maar ja, het is ook weer geen MCN, het is een, een soort van, um, uh, hoe moet je het zien, advertising agency. Oké, okay, die, ja. die komt dan direct naar jou toe van wat is je prijs. Uh, en dan van die prijs moet je dan ook weer een commissie geven aan die advertising agency. Ja, uiteraard. Ja, <laughs> uh, ja en, en, en die kwamen dan in, in, ineens uh, eindelijk nadat ik wat views kreeg, werd het ook weer omhoog getrokken. Maar de brands. Brands waar je daarmee werkt is, uh, ik weet niet of je LinkedIn ook kent. Ja, die zeker. Die auto's. Ja. ja, dus daar hebben we dan iets mee gedaan. Amazon doen we ook iets mee. Maar als ik in China was, dan had je veel meer branddeals dan wat ik hier zou hebben. Hier moet je meer kijken van wat voor platformen kan je mee werken of wat voor merken die hier ook zijn, die je dan daar ook weer kan laten uh, promoten. Ja, precies. Je, dus je bent wel echt gelimiteerd op wat je wat je kan promoten. Maar de, hoe moet ik het zeggen? Het is er zijn genoeg kansen om, om dat te doen. Zoals daar heb je misschien één keer in de maand of zoiets dat je een branddeal hebt. Het is niet dat uh, je drie of vier in de maand zou hebben, maar eentje in de maand. Ja, hebben. precies. Ja, daar heb je het wel. Maar je krijgt niks met views zoals op YouTube. Als je een miljoen views krijgt, dan zit je lekker voor de maand. Maar in China is dat weer heel iets anders. Je kan een miljoen views krijgen, maar je kan, daar heb je misschien de inkomsten van 80 euro of zoiets. Ja, ja, wauw. Dus ja. je moet die brand deals hebben daar... om hiervan te kunnen, kunnen ja. leven, ja. Ja, en dus dan, dan ben je ook... moet je ook juist goed nadenken... van wat voor content wil je dan gaan doen. Want brands, nee, merken gaan niet allemaal... Uh, wat, wat dan ook content gaan ze sponsoren. Ze gaan, oké, okay, specifiek wil ik dit laten zien... dat, oh, linking code in Nederland is ook best groot. Dus dan kan je, moet je juist wel goed richten... van wat voor content je gaat doen. ja. Ja. En vind jij de content dan ook allemaal leuk die je maakt? Want dat klinkt ook een beetje, ook omdat jij, we gaan het allemaal testen, ja. dat het um, ja, ook een beetje afhankelijk is van wat goed werkt en wat voor de merken werkt, wat jij maakt, zeg maar. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, ja, voor mij, ik vind het heel leuk nu. Want ik weet nu wel wat ook kan werken en wat ik ook zelf leuk, uh, leuk, leuk vind. Want soms. Creative team bij ons is eigenlijk mevrouw en ik. En wij doen alles samen. Ja. Maar dan zegt ze van, oh je kan dit doen of oh je kan dat doen. Maar na, na zes jaar dan denk je ook van, ja dat heb ik al drie jaar geleden gedaan. Dat heb ik al vier jaar geleden gedaan. Dat wil ik echt niet meer ja. doen. Dus ja, nu is het echt van, we, we zitten misschien twee of drie weken bezig voor één specifieke, specifieke video dan. Ja, kijk. Ja. En er zijn ook veel andere content creators die dit nu gaan luisteren uit Nederland. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk heel veel ervaring. wat je al zegt. Wat kun, kan je ons leren daarover? Wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan jij natuurlijk snap ik dat video's voor Chinese publiek weer anders werken dan voor Nederlands publiek, kan ik me voorstellen. Want elke ja. doelgroep is anders. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die, um, die je wellicht wel hebt geleerd, waarvan je zegt van hé, hey, dit zijn. Goede punten. Goeie punt inderdaad. Ja. Oh, dat is moeilijk. <laughs> ik denk voor mij. Um Oh, dat is echt moeilijk. Maar ik leer zelf ook veel, veel van YouTube eigenlijk. Ik, leer, ik probeer van andere mensen in die sens te kijken van YouTube, wat werkt op YouTube. En dan ga ik dat doen, maar dan met een soort van Chinese twist erop. Ja. Dat is wat ik eigenlijk uh, het meeste doe. Maar wat voor tip ik zou hebben voor mensen die hier content zouden maken. Nou, één ding wat ik al bijzonder vond wat je zei is van hé, hey, um, je moet een uniek haakje vinden waardoor mensen jou ja. bijzonder vinden. Ja, en jij want, die blijven gevonden op een gegeven moment. Ja, want uh, Boas die zei het ook al in zijn vorige. Want ik had die aflevering gezien. Hij zei het ook. Want ja. er zijn heel veel mensen die dan uh, Eric Copycats of Mr Beast Copycats zijn en die, die groeien. En dat, dat is ook zo. Maar ik denk na een poosje gaat dat ook weer omlaag. Je moet kijken, laten zien. Wat is er zo uniek aan jou dat mensen meer willen gaan zien van dat specifieke content? Ja. Ik denk, ja, je vindt je eigen niche en probeer dat dan groot te maken. Van, ja, in die sens. Maar hoe ik altijd kijk naar mijn video's is van... Hoe is het relatable naar een, een normale shaak die, die, die online gewoon video's dan Willen ze daar wel op klikken? Wil je daar zelf ook op gaan klikken? En dat is eigenlijk... Ja. Uh, zo denk ik er altijd over als ik aan video's bezig ben. Maar ik wil eigenlijk het grootste bereik krijgen wat er, wat er is... En dan denk je van, oké, okay, wel een normale persoon in China zal die daar wel op gaan klikken. Ja. Dat, dat is. En kun je eens een voorbeeld geven van een video die je hebt gemaakt die dus een enorm bereik heeft gecreëerd en hoe je dat uh, gedachteproces, hoe je dat hebt opgebouwd. Dus wat was het begin, het concept voor die video en hoe heb je dat vervolgens helemaal uitgewerkt? Uh, uh, oké, okay. dat was dan uh, advertentie met uh, voor Amazon. Ja. Van, uh, en dan deden we een free store, een gratis winkel. Want in, op YouTube zie je Eric of andere mensen, die doen dat ook allemaal. Maar dan wat bij ons onze challenge was, dan, dan hadden we in Amsterdam een gratis winkel gedaan. Kon je tv halen, earphones en wat dan ook. Maar je moest Chinees leren. Ja. En dat is juist wat de haak was voor de meeste Chinese mensen. Van oké, okay, ja, ik wil Nederlands wel zien, Chinees proberen te ja, praten. Ja, ja, ja. En zo hadden we dat dan ook weer uh, geprobeerd om in te, in te haken. Ja. En die, die video deed heel goed. Die had, denk ik, zes, zes of zeven miljoen views in China. Ja, ik was er heel blij mee. Ja, dat snap ik. Dat, uh, dat is uh, hier bijna uh, naar niet de helft van het land, maar in ieder geval. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, als je zo kijkt, ja. ja. En, en ga je dan. Met een team daar naartoe naar dat restaurant? Of filmt één iemand dat? Dat is mijn vrouw en ik. Dat is <laughs> ja. Ja, zij is dan de cameravrouw. En, uh, en, ja, ik, ik heb dan nog een vriend in, uh, in Nederland. Uh, um, die heb ik ook via via ontmoet. En soms vraag ik om mee te helpen in, uh, in de video's. En dan kwam die ook mee om daarmee te helpen. Ja. Ja. Dus er drie mensen in totaal. Wat eigenlijk best wel bijzonder is, toch? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld. Um Laat ik het zo zeggen, het niveau van YouTube, bijvoorbeeld bij MrBeast, ja. die hebben 200 camera's en een team van ja. Ja, duizenden mensen, misschien inmiddels wel honderden niveau, ja. um, om dat soort uh, bereiken te creëren. Dus, en, en jij zegt eigenlijk van, nou, dat is gewoon een vrouw met een camera. Om, ja. Je vrouw ja. is natuurlijk heel goed met die camera. Maar ja, nee, nee, maar het <laughs> is, is, is zeker zo. En, ja. maar, maar hun hebben een ander budget. Dat is het ook weer, weet je. want als je die YouTube-inkomsten hebt, dan heb je een veel groter budget. Dan wat wij hebben met zoals een, een ad deal, dat is misschien uh, dit bedrag, maar je weet niet of het dat voor twee maanden is of voor drie maanden. En dan moet je ook nog dat proberen mee te werken. Het is niet dat je extra kan rekenen van oh, ik wil een grotere team hebben, dan kan je een okay, extra budget, ja. budget voor geven. Ja, want ik denk dat de meeste mensen die de titel van deze video zullen hebben gezien, die denken dat jij echt uh, multimiljonair bent. Nee, dat is het niet. <laughs> nee, nee, dat is zeker niet. Ja. Ik, het is meer, uh, Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is uh, eigenlijk um, best humbling als je dat ziet, van als je zoveel volgers hebt in China, betekent niet dat je superrijk bent of zo. Yeah. Maar je kan superrijk wezen, maar je moet kijken hoe je mee omgaat, hoe je, hoe je de inkomsten doet. Yeah. Want mensen die live streamen, die kunnen misschien 80, 90.000 euro in één livestream gaan verdienen. Maar als je alleen maar focust op content, betekent niet dat je, als je views hebt, dat je, dat je direct geld hebt. Ja. Yeah. Ja. En hoe belangrijk is het, want uh, iets wat altijd wordt gezegd is van voordat jij succesvol kunt zijn als content creator, moet je de cultuur van het platform waarop je content maakt begrijpen, maar nog veel belangrijker de cultuur van de mensen waarvoor je het maakt. Ja, ja, nee, stel, nee, zeker. Dat, ja stel dat jij niet al zo lang in China had um, gewoond mm -hmm. en dus de mensen had, had begrepen en, en gekend. Dat in China is dat ook weer eigenlijk best wel interessant, want daar zijn ze altijd nieuwsgierig Man, Hoe kijkt de westerse persoon naar dit in China? Dus het ja. is ook aantrekkelijk eigenlijk voor de mensen daar. Maar je mag niet zoveel negatief praten, natuurlijk. Want ja, dat willen ze ook weer niet zien. Maar ik heb dan, uh, zoals ik zei, die, waar ik die reaction video's mee deed met die jongen, die heeft nu ook, ik heb dan samen met hem dan ook zijn account opgebouwd. Ja. En hij heeft nu inmiddels ook 700.000 volgers op die platform. Maar hij is Chinees gaan leren. Hij doet al zijn video's nog steeds in het Engels. Maar dan probeert hij Chinees eten. En, maar hij is van nul begonnen. Ja. En, maar mensen vinden het nog steeds super leuk om, om, om te zien. Mensen zijn niet super daarvan. Oh, het moet zo. Je moet alles over China kennen. Ze vinden het eigenlijk best wel leuk om, om, om die progress te, ja, te precies, zien. Van ja, precies. Ja. Wat mooi. Ja. En over progress gesproken. Wat is uiteindelijk jouw perspectief nu? Want uh, je maakt dus die content. Ja. Um, je werkt nog steeds ook samen in het bedrijf van je vader, toch? Ja. En zoals met alle content creators, zit er vaak een eindtermijn aan je relevantie. Ja. Ooit. Ja. Ik weet dat uh, we liever denken dat het niet zo is, maar, maar, het, is, maar het, is, ja, het, is, het is wel zo. Dus, zeker. Dus ja, ho, waar ben je aan aan het bouwen nu? Hoe zie je dat? Dat is een goede vraag. <laughs> uh, voor, voor mij was het meer van zoals wat ik zei was nooit een groot plan geweest. van er was meer van oké okay, we kijken wat ik kan bereiken ermee. en, en nu heb je zo'n groot platform. en in China denk ik zoals als je je eigen product als je een eigen product creëert heb je alleen maar één kans. zoals wat ik zei met die vriend die uh, die met die patten bezig petten, was. ja. en dat is helemaal een flut. Uh, een grote dat heeft zijn hele carrière ze dus kunnen in één klap weg zijn. Ja, één klap, één klap en dan is het weg. Dus voor mij in, in principe is mijn, mijn main goal om dan volgend jaar of het jaar daarna eigenlijk een product te hebben wat ik dan kan gaan verkopen. Maar het probleem is, ja, alles is zo transparant in China. Dus je moet wel een goed product vinden waar je ook niet te veel aan verdient. Want anders ja, ja. kan het zo overwezen. Dus dat zijn we eigenlijk nu, nu, nu mee bezig om te kijken wat we daar eigenlijk kunnen gaan verkopen via een livestream ook. Dat is ook onze ja, voor volgend jaar. Dus dat zijn nu de vervolgstappen dan van oké, okay, hoe zouden we naast het verdienmodel van de branddeals ja. ook iets voor onszelf erbij kunnen doen? Want je komt natuurlijk ook uit een ondernemersgezin of een handelsgezin. Ja. Ja, uh... ja, en, en dat, is, dat zou het liefste wezen wat we dan uh, zouden kunnen doen. Maar heel veel buitenlanders doen is Engelse les dan ook weer geven. Maar dat is niet wat ik denk als Nederlander dat ik aan al, als Chinese ja, Engels precies, gaan leren. Ja. Dat is niet ook de kant waar ik op mee op wil gaan. Maar ja, wat je ook ziet in China is dat die long form content, die platform, heeft veel minder um, audience nu dan, dan wat een Chinese TikTok heeft. Dat is echt een groot verschil. Als ja. je ziet met de views en alles. Want er zijn zoveel mensen die niet meer naar long form content kijken in China. Het is allemaal naar uh, TikTok gegaan. Allemaal TikTok. snel inderdaad. Ja. 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 En dan op de Chinese TikTok heb je ook wel content dat één minuut is of twee minuten. En dat ook best wel aanklikt. Maar als ik dan zelf kijk van wat ik op mijn Chinese TikTok plaats. met vergelijking met uh, longform content. Want met longform content ben je misschien twee, drie weken mee bezig om te plannen. En dan ben je nog een week mee bezig om, om die edit uh, helemaal perfect ja, ja. te krijgen. Ben je een maand mee be bezig. En dan soms Denk je dat het over oh, 4-5 miljoen views wordt, maar dan wordt het misschien maar 400.000 of 600.000 views. Maar dan ga je een, een TikTok maken of zoiets, die dan ineens 20 miljoen views krijgt. En dan ben je misschien een half uurtje mee bezig om te filmen en een half uurtje mee bezig om te editen. Ja, dan denk je, ja. fuck, waar ben ik mee bezig? Ja. ja dus dat is eigenlijk, um, dan zie je die trend wel dat longform content in China wel aan, aan taal is. En dan als dat je main... Uh, income source is, dan denk je ook van ja, wat is dan de volgende stap? Ja, zeker. Ja. En, en wat als ik jou vraag, want als mensen vanuit de buitenwereld naar een content creator kijken, dan denken ze vaak: van hé, hey, dat is best wel makkelijk geld verdienen. Je maakt een video, ja. uh, wat je zegt, misschien in een half uur, je uploadt dat, daar krijg je geld voor. Wat, wat kost dit leven jou allemaal? Wat kost het jou om die video steeds te maken en dat enorme bereik op te bouwen? Wat kost het voor je het geld of bedoel je in, emotioneel in je leven? Of? Ja, emotioneel in je leven. Nou, niet, niet financieel, maar gewoon hoe ziet jouw ritme eruit om dit vol te houden? En wat is de druk op jou als persoon om uh, steeds maar weer te deliveren? Ja, het is zeker wel een stress, denk ik. Uh, wat je dan wel voelt, weet je. Want je kan dan een jaar hebben waar je views echt super zijn. Maar als die, die views omlaag gaan, dan voel je dat zeker. En dan, dan, dan stress je wel uit als je dan drie video's achter elkaar hebben die video's die views niet goed zijn maar dan ineens heb je wel eentje die je weer optrekt dan ben je, oh, ik ben er nog steeds yeah. maar zoals je zegt ja je relevantie gaat wel weg naar je hebt er een, een soort van uh, deadline voor een end date expiration date ja yeah. en ja het is wat het kost dat zou ik moeilijk zeggen van wat emotioneel of zo ja, ik denk iedereen iedereen die die het maakt niet uit wat voor werk je doet je hebt dat zeker, maar ik denk het ergste is wat je als je dan denkt, is die expiration date. Van when when am I irrelevant? Dat is de grote vraag. TikTok TikTok. Ja, en dat is ik denk dat dat het moeilijkste is. Van oké, heb ik zes, zeven jaar van mijn leven aan dit uitgegeven, maar wat krijg ik dan uit? Natuurlijk heb je er inkomsten mee, maar ja, gaat het ook stoppen op een moment. Is dat alles? Ja. En wat is er in je grootste dieptepunt geweest van die hele creator journey dat je zeven op dat moment? Oef, ik, ik denk dat dat echt voordat ik naar Nederland verhuisde, want dat was toen, was ik er drie jaar al mee bezig, maar ik had niet echt een super hoge inkomsten of zoiets. Er was geen grote brand deals, maar nadat ik, dat was eigenlijk mijn dieptepunt eigenlijk. Dus ook om, en dan, dan zie je dat als je oh, was terug naar Nederland verhuisd en toen ging alles weer omhoog. Ja. Dus dat voor mij was het dieptepunt eigenlijk net voordat ik naar, terug naar uh, Nederland was verhuisd. Maar was het op dusdanig niveau dat je bijvoorbeeld ook je, je huur niet kon uh, betalen? Of zat je daar? Of wat nee, was ik zat wel op een randje. Je zat zeker wel op een randje. Ja. Je zat zeker wel op een randje. En dan, 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 ja, huur niet betalen. In China is dat nog wel te doen. Want dan kan je altijd naar je vrienden vragen: Hey, kan ik even 500 euro lenen? Krijg je dan weer een maand later weer terug? En dat, dat was dan ook op, op dat moment. Maar ja, dat, dat was het moeilijkste, denk ik zeker, ja. Ja. Maar in China was dat wel mooi, want iedereen is er ook voor elkaar. Als dat, als dat nodig is, dan, dan kan je altijd naar je vriend toe om even een steuntje ja. te vragen. En dat wordt dus ook wel um, besproken. Want ik dacht heel vaak, als buitenstaander gezien, dat de Chinese cultuur ook heel erg behoudend is. Dat je niet praat over je... Inkomsten, zo. Nou, inkomstenproblemen, je zorgen, waar dat je mee zit, maar jij zegt eigenlijk iets anders. Ja, en, en dat verschilt ook weer in China, want het noorden in China en het zuiden in China is, is compleet weer anders. Maar in China, wat ik dan wel echt had, had gezien, is een van mijn beste vrienden, maar heel veel van mijn grote vrienden, die waren dan eigenlijk van het noorden van China. Maar we wonen, ik woonde zelf in het zuiden van, van China die noordelijke mensen, die zijn echt van, oké, okay, wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? En, en was altijd, ja. uh, Dan voelde je nooit eigenlijk heel alleen. Dat, dat was wel het mooie ervan. Ja, je, ik voelde me ook niet. Zelfs als ik bijna geen geld had op mijn rekening, gingen we nog steeds uit eten, uit drinken en wat dan ook, en we betaalden. Was allemaal nog wel goed. Ja, uh. je, ja. dus dan voel je je ook niet echt in het dieptepunt zoals je zegt. Maar ja, en als je die, die omgeving had, voor mij was was dat omdat ik die omgeving had. Dacht ik altijd, ja, ik kan nog wel even door. Ik kan nog wel even door. Ik kan nog wel. De volgende video gaat doorbreken. Dat ja, is, dat dus is je hebt eigenlijk een gedacht. heel sterk supportsysteem. Ja. ja. En als we dan even we kijken naar wat je zei over een Nederland. En dat is ook mijn ervaring. Ik ben in Limburg opgegroeid. Ja. Is dat als je iets um, zou willen. wat anders is dan wat de rest wilt. Ja. Dan wordt dat vaak niet heel erg gestimuleerd. Maar juist een beetje um, ja, de kop ingedrukt. Uh, ja. Negatief benaderd. Uh, en als je dan een fout maakt en het gaat misschien nog niet zo goed, is het ook juist: ja, zie je wel. In plaats van laten we diegene helpen. Ja, ja, e, e, ja dat had ik echt niet in, in nee, China. Ja. Ik had altijd die vrienden die zeggen: van ja, nee, de volgende komt wel door. En, en ze, het is ook van social media wordt er ook echt heel opgehyped. Weet je, want elke Chinees denkt: oh, met als je video's maakt, dan, dan ga je heel veel geld verdienen. Dat denken ze wel allemaal. Ja. En dus voor, voor die reden waren al mijn vrienden altijd heel veel, uh, gaven heel veel support. Ja, wat mooi zeg. Ja, ik ben heel dankbaar uh, voor dat, ja. Zeker. Ja. En wat is als je nou terugkijkt op die hele, hele reis... en ook jouw ervaring binnen China? Er zijn natuurlijk ook veel vooroordelen vanuit het Westen... bijvoorbeeld over China die niet kloppen. <laughs> um, en andersom wellicht. Ja, natuurlijk Maar ja, je zei net van... Hey, de Chinese mensen zijn juist heel erg open... ook om, om mensen te laten leren en dat ja. te, te doorzien. Wat zijn dingen waarvan jij zegt van... Hey, daar moeten we met een andere bril eigenlijk naar kijken vanuit, het, vanuit Nederland. gezien... Ja. Om, om daarvan te kunnen leren wellicht. Wat wij we zouden van we kunnen leren. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Want waarom is dat moeilijk? Want iedereen heeft een andere goal, weet je. Van weet je wat ik zeg? Oh, dit is misschien goed om te leren. Misschien is dat niet iets wat je denkt dat je nodig zou hebben. Maar het enige wat ik wel misschien zou, zou willen zeggen is dat er echt veel kansen zijn in China. Het is niet zo closed. Uh, en, 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 en streng dat mensen. Of zoals mensen denken. Want ik maak content daarvoor zes jaar. Ik heb allemaal gekke video's gedaan en wat dan ook. En ik heb nog nooit gedacht van. Oh, ze gaan me in mijn bak gooien of zoiets. Ja. Dat, 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 het is echt niet van die aspecten. Het is meer van. ja, Er zijn echt veel kansen. En, en ja, ik denk... Voeh, uh, wat we van kunnen leren. Loop hoor. you <laughs> to Yeah, it's a big question. There's so no, nothing that comes to mind when you look at the people and the people here, for instance, the the way they are looking at life and their perception of. But I, 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 in that sense it's like what makes you happy, right? Because over here you don't need to have a lot of money to 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 be happy. But in China the, the main thing I still think is money, no? <laughs> high efficiency, dat zegt ze. Dat in China dat er echte high efficiency is. Yeah. En ja, misschien is dat ook wel zo, want... Zoals mijn editor, als ik die om 12 uur s'nachts uh, een message stuurt, dan zal die altijd beantwoorden. Dat maakt ja. niet uit. En dat is misschien wel ook zo. Maar ja, dat is ook weer kijken van hoe je het leven ziet. Ja. Waarom is daar high efficiency? Is dat om mensen geld willen verdienen. Waarom willen ze geld verdienen? Als je ziet waar China vandaan komt, weet je, van 20, 30 jaar terug. En ze willen niet terug naar die tijd. Dus daarom is dat er van, ja, ik moet geld verdienen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. En leg dat eens dus uit hoe China 20, 30 jaar terug uh, eruit zag om dat, dat tastbaar te maken voor mensen hier. Dat ze in plaats van het alleen zeggen, oh ja, ik snap wat je bedoelt, maar het ook... Ja, in die sens, kijk, uh, de, 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 de mensen die nu misschien in, in een office werken of, of achter de computer werken, hun ouders hadden misschien op een fabriek gewerkt. Ja. En hun ouders hadden misschien op het een, op een platteland gewerkt. Dat is echt hard werken in China in die, toen die tijd. Want China heeft ook een, 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 een history, een geschiedenis... dat misschien niet zo mooi is. En, en misschien ja, met de revolution en, en al dat wat mm. erachter aan was gekomen. Dat, dat als, als een Chinese persoon die zal altijd naar de ouders luisteren van... ja, je wilt niet terug naar die tijd. Of je wilt, je wilt eten op je tafel hebben. Dus daarom yeah. werken ze zo hard. Vind ik in, in die sens... En uh, daarom denk ik ook dat Chinese mensen heel dankbaar zijn voor de kansen die ze hebben. En daarom is die efficiëntie ook best ja. hoog. Ja, want dankbaar, dat noemde ik jou net ook, uh, of hoorde ik jou net ook zeggen, van ik, ik voel me heel dankbaar dat ik dit mag doen en ja. waar ik nu sta. Dus dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap waar iedereen iets van kan leren. Want dat betekent dat je stilstaat bij wat je wel hebt en niet bij ja. wat je niet hebt. Ja, dat is, dat is zeker. Maar om dat te zeggen van dat is iets wat... Uh, Nederlanders kunnen leren van Chinezen, dat is ook moeilijk om te zeggen. Maar ja. Ik denk dat Nederlanders ook dankbaar zijn voor, voor wat ze hebben en al dat. Zeker, denk ik. Ja, ja dat is het ja. verschil misschien ook per ja. persoon, maar ik vind het wel mooi omdat jij het echt hebt uh, doorleefd, zeg maar. Uh, kijk, ik kan een documentaire kijken of een reisje boeken, maar dat is iets ja. heel anders dan daar jarenlang wonen en echt met uh, in de community opgaan en daarvan leren. Ja, je hebt zelfs een Chinese vrouw, zoals we net hebben ja. kunnen horen. <laughs> dus uh, ja, voor jou is het heel anders. Ja, je ja. beleeft het heel anders en dat vind ik interessant. Ja, <laughs> dank je. Ja, ja. het is uh, ja, om, om die kans te hebben gehad om in China op te groeien, vind ik nog steeds echt ongelooflijk. En daar ben ik ook weer aan mijn pa, natuurlijk, dankbaar voor. Want dan kijk je ook naar andere dingen heel anders, denk, vind ik. Ja, zeker. Maar er zijn nog genoeg dingen waar ik nog niet zoveel over weet. Zoals wat je zei over Zuid-Amerika, hoe groot daar is. Nee, dan zat ik ook die dingen gewoon oh shit. Ja, er, nog Nooit over nagedacht, ja. eigenlijk ja. En zelf, kinderen denken jullie daarover na? Nee. <laughs> nee. <laughs> geen, ge, ge, geen, plannen o. gehad voor dat. Eigenlijk, in principe, ja, dat is uh, dat is weer ook een andere grote stap. En denk ik ook, ja, nee, op dit moment nog niet. En jij, nou, ik uh, ben steeds meer na, ja, aan het uh, gaan, ja. oh. Uh, in de zin van uh, toen mijn vriendin en ik het er een aantal jaar geleden over hadden, ja. toen uh, zei ik in het begin: ik weet het niet zo goed, ja. uh, maar ik neig meer op dat moment naar nee. En um, omdat ik bijvoorbeeld vond dat je zelf het er goed moet over hebben met je relatie Tuurlijk. in plaats van in één keer het als een veronderstelde zien van ja natuurlijk ja. willen kinderen. Ja. Um, en ook omdat ik me heel erg afvroeg van: gun je iemand het leven of zadel je iemand op met het leven? ja dat is ook weer een omdat ik zelf ook wat donkere periodes heb meegemaakt en toen zijn we het daar heel vaak over gaan hebben ja. um, heel veel gesprekken over gevoerd heb ik ook met anderen gedaan ja. en toen merkte ik ineens dat je best wel kunt bouwen aan um, van hey we werken er naartoe om ja. kinderen uh, te krijgen in plaats van dat je er maar vanuit gaat zeg maar ja, ja nee, dat is ook weer een hele andere perspectief denk ik zeker ja ja, ja. Nee, maar de reden dat ik het ook vraag bij jou... is omdat ik heel benieuwd zou zijn van met jou... Uh, kijk, ik ben in Nederland opgegroeid en ik heb er altijd gewoond. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld zou je dan inderdaad... omdat jullie nu weer in Nederland wonen, zeggen ja. van... hé, hey, maar dan zouden we bijvoorbeeld ook weer in China... gewoon om hun die ervaring ook te bieden? Of hoe zou je daarin staan? Dat, dat vind ik wel een interessante oh, dat vraag. Is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk. Ik denk als ik ooit kinderen zou hebben, dan zou ik... Wow, dat, is... <laughs> dat is zo ver weg. Maar ik denk als, als dat ooit zou wezen, denk ik ook weer een mix... Ja. Ik denk als ik hetzelfde zou kunnen gunnen als wat mijn pa gegund... is dan ook daar terecht zijn en dan ook weer naar Nederland op en neer te kunnen gaan Ja, precies. Toch wel beide bij de plekken te kunnen wezen. Misschien tot slot, ik herinner me een gesprek wat ik um, een aantal jaar geleden had met Roland Kaan. Ken je Roland Kaan? Nee. Roland Kaan Zo, is nee. de, maakt niet uit hoor, is de oprichter van Coolcat. Okay. Coolcat, ja. Nederlandse winkelketen. Merk, uh, Um, en hij vertelde me een verhaal dat hij voor het eerst uh, handel uh, ging doen in het buitenland. En ik moet het even... Ik weet niet meer zeker of het in China was. Mm -hmm. Maar hij zei van ik ging, laten we zeggen dat het wel China was, voor het eerst naar China. Ik had daar een zakenrelatie. Ja. En um, er was een spel wat de zakenrelatie voorstelde om met chopsticks zoveel mogelijk balletjes vast te houden die op tafel lagen. Oké. Okay. Um, Roland die zei, ik ben een uh, fanatieke Nederlander die graag wilt winnen. Ja. Dus hij ging de wedstrijd aan ja. en uiteindelijk uh, won Roland uh, de challenge. Ja. Wat bleek, het was cultureel niet geaccepteerd. Hij zette eigenlijk zijn um, zakenpartner daarmee voor schut. Ja, respect. Uh... En daarmee ging de deal van tafel en dat was een hele harde les, uh, zei hij, om te leren dat je de cultuur moet leren begrijpen ja. um, waar je je in begeeft. Ik moet eerlijk zeggen, toen jij hier net aankwam lopen samen met je vrouw, ja. en nu ook weer dit gesprek hebben, merk ik dat jij volgens mij veel meer uh, ook in je gedrag Chinees uh, bent, om het ja. heel even zo te zeggen, dan Nederlands. Dus en dat ik ineens dacht van hé, hey, zouden er dingen zijn die ik nu op een bepaalde manier doe, alleen al hoe ik me voorstel ja. of zeg, die daar totaal niet... Um, Oh, geaccepteerd zouden zijn? Of heb je dat zelf ooit meegemaakt in het begin? Dat het gewoon puur bepaalde gebruiken die wij hier hebben... daar een hele andere betekenis of lading hebben? Daar uh, is het... Dat is ook weer Dat <laughs> is zo groot daar. Maar daar yeah, is respect echt een groot ding. Natuurlijk. Ja. Je, je mag nooit iemand waar je zaken mee doet... Of, of iemand die in een hogere positie dan jou is... meer geld heeft, meer een groter bedrijf heeft of wat dan ook... daar mag je, niet, je mag hem nooit voor schudsen. Zetten. in geen één sens maar het is daar is ook zelfs zelfs met drinken want drinken is daar een heel groot drinking culture in China zelfs als je zaken doet en wat dan ook is dat zelfs als je een, je een heel, heel simpel tip geven als je ooit met iemand gaat oh sorry. als je ooit met iemand gaat drinken ja. dan mag jouw glas uh, moet je altijd je glas onder die andere glas gaan doen als je gaat klinken met iemand, prompt not the pros, okay. want dat is meer van een, een respect ding. Ja. Maar dan gaat het soms dat je lager en lager en lager en helemaal op de vloer gaat uh, klinken met die anderen. Ja, maar ik, ik denk niet dat er een specifiek iets is dat zo erg zou zijn in China, want ze zijn daar ook heel understanding van als je iets, iets verkeerd doet of wat dan ook. Maar ik denk ja, maar er zijn dus heel veel eigenlijk... Kleine regeltjes. Kleine regeltjes die heel veel ook te maken hebben... en terug te leiden zijn naar respect... die je wel op een gegeven moment moet weten... wil je ja. goed inblenden, ja. En ja, het is moeilijk om 1, 2, 3 om erop te komen... want ik ben ermee opgegroeid. Dus ja, voor precies. mij is ja. dat juist te denken... van wat is eigenlijk iets aparts. Maar, poeh. Nou, het is natuurlijk ook bijvoorbeeld met... Um, elkaar begroeten of elkaar verlaten. Wat je zei, eigenlijk met het glas... Dat heb ik ook wel eens gezien met mensen die steeds lager buigen ja. en weg, weglopen terwijl ze dat doen. Is dat bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld? Of? Bu buigen doen ze niet in China, maar um, het is altijd meer van je wil meer respect geven aan die andere persoon. Ja. Dat is het grootste. En, en hoe je dat doet, heb je eigen manieren natuurlijk. Uh, het is ook iets van... Um, je, als je aan het drinken bent weer, drinking culture, maar dat is yeah. het eigenlijk waar, waar je meeste respect eigenlijk vertoont aan iemand, is, uh, dan zeg je van je moet altijd je glas leeg drinken. Als die persoon waar je mee klinkt, uh, die, 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 die is in een hoge positie, dan yeah. moet jij hem opdrinken. Hij hoeft hem niet op te drinken, maar jij moet hem wel alles in één keer okay. opdrinken. Dus ja, heel veel is het met drinking, wat ik vind is dan met drinking culture waar je respect kan vertonen aan die andere persoon. Yeah. En bedoel je met drinking culture elke keer? Ik associeer dat met alcohol drinken. Maar ja, alcohol. het is alcohol. Dus ja. Wel. Is alcohol. Okay, ja, ja. ja, ja. Nou, daar is echt van... In China heet dat dan guangxi. Dat is relationship. En, ja. en, en je, je, je bouwt die relationship heel vaak... door te drinken met, met, met mensen. Oké. Okay. Ja. Ja, interessant. <laughs> ik had hier voornamelijk... Uh, um, in de aflevering die de mensen hiervoor hebben geluisterd... ging het heel erg over... Um, niet de verschillen tussen elkaar benadrukken, maar zoeken naar de gelijkenissen. En ook hoe dat je van elkaars verschillen kunt leren. Ja. En daar heel erg voor openstaan en nieuwsgierig zijn. Ja. Uh, en dat merk ik eigenlijk dit hele gesprek al. En toen ik jou leerde kennen, de, van oh, er gaan zoveel vragen ja. in mijn hoofd je weer, je weer op. En bijna een soort kinderlijk enthousiasme dat ik er meer over wil weten. Ja. Uh, en dat had ik al, nou niet dat weer een tijdje niet gevoeld. Maar wel, snap je, af en toe komt cool. dat even en denk je: ja, dit is waarom ik dit doe. Ja. En daar wil ik je voor Leuk. bedanken. Want het is wel heel bijzonder. Wat jouw verhaal is, ook hoe jij als persoon bent. Um, en het is ook niet zomaar een gegeven dat jij hier nu zit en je tijd hiervoor investeert. Nou, hartstikke bedankt dat ik hier ook mag komen. Ik vind het heel leuk dat ik ook een keertje mij, mijn verhaal kan uh, vertellen. Ja. ja, is er nog iets wat we hebben gemist van jouw verhaal? Wat wel heel belangrijk is om te benoemen? Nee, ik, ik denk dat je alles, uh, alles hebt. <laughs> ik denk dat niet veel meer over mijn verhaal, uh, verhaal uh, er is. Tot nu toe dan. Tot nu toe, ja, ja. tot nu toe. Tot nu toe, ja. Dan wil ik je nogmaals bedanken voor je tijd. Dank je wel. Ik wil je heel veel succes gaan wensen, want er komen waarschijnlijk nog een paar miljoen volgers uh, <laughs> bij bovenop wat je nu al hebt. Hopelijk wel, hopelijk wel. En uh, vanaf nu ga ik je proberen te volgen. <laughs> Super. <laughs> ik weet nog niet hoe we dat uh, gaan doen, maar uh, ik hoop in ieder geval dat we de mensen ook iets hebben kunnen leren in plaats van uh, alleen maar natuurlijk over het video's maken praten. En ik denk cool. dat dat wel is gelukt, dus dank je wel daarvoor. Hartstikke bedankt.